gaan zo meteen naartoe. Een boot. Ja, waar gaan we naartoe met het bootje? Naar een heel mooi eiland, hè? Ja. Welke eiland? Renaissance Island. Ja. En wat voor dieren hebben ze daar? Dat ik verteld wat voor dieren ze daar hebben. Flamingo's en olifanten. Nee, alleen flamingo's, schatje. Geen olifanten. We zijn nu bij Renaissance Hotel. Oma is even de kaartjes aan het halen, zodat we straks met het bootje kunnen. Ja. Ja, dan kunnen we zo meteen met het bootje. Ja. Het is echt super mooi hier zo. Kijk, hier zo. Daar komt dan zo meteen de boot. Met je favoriete koffie. Kijk hoe super mooi het hier is. Dit wil je toch gewoon? Dit is toch super vet? Hoppa. Zoeken natuurlijk. We kunnen eten. Dat zijn de flamingo wraps, hè? Ja, flamingo wraps. Die kleur. Lekker, lekker. Lekker burgertje voor jou. Ja. Burgertje voor mama. Ja. Salade voor papa. Ja. En melkje voor Amelietje. Restaurant. En dan zit je gewoon zo. Hoe fijn is dit? Als we zo klaar zijn met eten, gaan we even een rondje doen over het eiland. Gaan we naar de flamingo's. We zitten daar achter ergens. Dus gaan we even kijken. Ik krijg hier trouwens handdoeken, wat super chill is. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar de spulletjes mee te nemen die je badkleding, schone kleding, dingen, iets. Gewoon heel veel ruimte scheelt in je tas en alles. Daar zijn de flamingootjes. Die zijn echt groot, jongen. Echt niet normaal. Ik weet niet. Misschien ben ik een beetje bang. Wat gaat hij doen? Gaat balletten. Is hij leuk, schatje? Nou, even je slippers uit. Goed zo. En dan kan je heel lang flamingootjes doen. Hallo. Vind je ze leuk, liefje? Het is wel mooi, hè, om zo in het echt te zien. Die taartjes aan het bakken. Dat is leuk. Flamingo's. Taartjes voor de flamingo's. Wat eten flamingo's? Die eten garnaaltjes. En daarom worden ze zo mooi roze. Hallo. Sorry, maar ik vind die beesten echt gewoon te komisch. Het lijkt er gewoon net een stel van die oude dametjes of zo, van die huttenmetutjes. Waar gaan dan? Oh, kijk, daar is een verdwaalde. Kijk dan. Hallo, wacht op mij. En ik heb nu weer een leuk stukje ontdekt. Moet je kijken hier achter mij. Kun je het zien? Het zit echt een beetje zo verscholen achter de mangroves. Kijk, ga je hier zo het trapje af. En zit het hier zo verscholen tussen de mangroves. Heerlijk liggen. Ik word hier wel heel blij van. Je hebt een soort van twee strandjes. En dan heb je dat brugstukje en dan heb je nog een stukje strand. En daar zitten dan ook de flamingo's. En daar heb je ook die luxe resortachtige huisjes. Die je dan kan huren. Mooi hè. Dit is toch magisch. Wat ik heel fijn vind, is dat ze dus de... Ja, je zit eigenlijk gewoon aan de open zee hier zo. Maar om dat een beetje veilig te maken, hebben ze dus hier die rotsen allemaal geplaatst. Die hebben ze op beide strandjes hebben ze dat gedaan.
Waardoor het ook gewoon heel fijn en veilig is met je kids. Ze kunnen gewoon niet de open zee in drijven. Of als jij lekker in slaap bent gevallen met je luchtkussentje, drijf je dus niet de open zee in. Eman en ik gaan even een rondje op het eiland doen. En dan gaan we de watercasing gaan we om deze camera heen doen. En dan gaan we ook proberen om mooie watervideo's te maken. Even kijken hoe dat gaat. Ja, dan gaan we even een klein toertje doen hier zo over Renaissance Island. En dan kunnen jullie even meegenieten. Zal er dus een nieuwe vlog verschijnen. Ik vind het erg leuk dat je naar deze allereerst hebt gekeken. Ik hoop dat je wil liken en wil abonneren. En dan volgende week vrijdag komt vlog nummer 2, deel 2 van onze vakantie op Aruba. Doeg!